Hallo, daar zijn we weer met de box van deze week. Leuk dat jullie hem weer besteld hebben. Derde box op rij. En nou, laten we lekker van start gaan. Als voorgerecht hebben we lekker een zomerse klapper. Namelijk de burrata. We hebben een bakje salsa bij gedaan. Mexicaanse salsa. Heerlijk tomaat, rode ui, limoen. Wat komkommers zit daarin. En die gaan we mooi op het bord lanceren. Wit bordje heb ik hiervoor, voor het kleurencontrast. De salsa doen we zo een beetje in het midden. En wat we dan doen met de lepel, is een klein gaatje maken in het midden. En waarom? Dat ga ik jullie nu laten zien. Hierbij komt namelijk de burrata uiteraard. Die hebben we aangemaakt met wat peperzout en olijfolie. En dat gaan we mooi in het midden van de salsa gooien, zo. Kijk eens, heerlijk. Lekker smeuig, lekker romig. Burrata, iedereen kent het ondertussen wel. Wat we erbij hebben, is een tostada. Tostada is een gefrituurde tortilla eigenlijk. Meegegeven in het zakje. En wat we doen, die leggen we in het midden van het gerechtje. En dan komt die. Dan pakken we een lepel. En om even alle frustratie van de corona eruit te mappen, geef er even een ferme tik op. Waardoor die breekt. Hierdoor kunnen we hem straks wat makkelijker gaan opeten. En kan je hem lekker verdelen. Dan als volgende de jalapeno emulsie. Jalapeno peper, lekker pittig. Die gaan we er overheen spuiten. Met behulp van dit zakje. Die openen we even. En dan gaan we even inzoomen. Met behulp van een mes of een schaar kan je die openen. Maar het moet niet een te groot gaatje worden. Zo, puntje gelijk even weggooien. Plastic puntje, dat het niet ergens in je gerechtjes belandt. Pak hem zo vast. En proef hem even van tevoren. Hij is namelijk lekker spicy. Als je het van niet te pittig houdt, zou ik oppassen met doseren. En dan gaan we die mooi over de tostade heen spuiten. Kijk eens, ons voorgerechtje, de Mexicaanse burrata. Lekker zomers. Bon appétit. Dan als hoofdgerecht. Van tevoren even de oven op 180 graden zetten. Want wat we hebben meegegeven voor erbij is een heerlijk broodje. Een bolletje met wat zeekraal erin. Lekker, we hebben hem al afgebakken voor jullie. Maar lekker om die nog even op te piepen, dat die lekker krokant wordt. En ja, daar zijn ze weer. Derde week op rij. Asperges, groen en wit. Deze week hebben we ze geroosterd. Om toch een beetje te blijven variëren. Het pannetje met water is ook weer aanwezig. Ze zitten gevacumeerd. Met een beetje olijfolie, wederom. Bij elkaar. Laten we rustig in het kokende water zakken. En we zetten hem gelijk aan de kant. Klein pannetje. Voor de saus. Wat hebben we erbij bij de asperges? Een heerlijke bisque. Bisque op basis van Hollandse garnaal. Met een heel mooi groenteboeket daarin. Wat saffraan. Die gaan we opwarmen in een klein pannetje. Mag aan de kook komen. Schep lekker het laatste eruit van deze heerlijke bisque. Deze gaan we straks afmaken met de dopertjes weer. De verse dopertjes hebben we meegegeven in dit kleine bakje. Er zit wat kruidenolie weer omheen. Die zitten we alvast klaar. En daarbij ook nog wat verse Hollandse garnaaltjes. En wat kleine aardappelcroutonnetjes. Eigenlijk kleine chipjes die we hebben gemaakt van de Agia aardappel. Alvast de dekseltjes eraf. Klaarzetten. We zien nu dat de bies kookt. Zetten we die even op een laag standje. En dan gaan we de asperges uit het water halen om die vervolgens mooi op het bord te leggen. Snijden we weer open. Pas op, kan heet zijn.
We hebben hiervoor een diep bordje, vanwege de saus. En dat is straks makkelijker eten. Nou, even een beetje strak gaan zitten, het zakje. Oh. Hey, hey. Zo, daar gaan we. Ik gooi het gewoon lekker zo op het bord. Dan kan ik het nog even verdelen. Leuk om een beetje om en om te leggen natuurlijk. Hup, puntjes naar buiten. Zo. Nice. Komen we weer bij de bisque. Nu mogen de dopertjes erbij. Die zijn al gaar. En die hoeven dus niet meer door te koken. Klein beetje temperatuur mag je hebben. En zoals je ziet, krijg je door de olie een mooi splitsausje. Nou, dit is voldoende temperatuur. Dan gaan we die leuk hier en daar eromheen scheppen. Je ziet ook wel wat draadjes van de saffraan erin. Saffraan bereikt het gerechtje mooi. Heel aromatisch. Bam. En dan hadden we natuurlijk nog de garnaaltjes als tweede. Lekker overal gaan we die eroverheen gooien. Hupsakee. En als laatste de aardappelcroutons. Die doe je als laatste, zodat ze lekker krokant blijven. Eigenlijk zo vanuit het bakje. Over het hele gerechtje. Dit maakt het spannend. Krokantje vinden mensen altijd lekker. En om het even wat vullender te maken en om lekker de saus straks, de laatste saus uit het bordje op te maken, hebben we een bolletje dus met zeekraal daarin verwerkt. Lekker fris, zomers gerechtje. Komen we alweer bij het laatste dessertje, de chocolademousse. En ja, zoals altijd zit die weer in een bakje. We hebben deze week een lekkere mousse gemaakt van pure chocolade. Met in het midden een gel van aardbei. De gel is verrijkt met citroengras, limoenblad, wat verse limoen. Lekker fris dus. Die gaan we afmaken met wat crumble van witte chocolade, matcha en koekcrumble. Matcha, groene, Japanse thee. Toch een beetje die Japanse invloeden lekker. En ja, dat sprinkelen we er gewoon overheen. En dan is het alweer klaar. Lekker makkelijk, lekker fris. En een mooie afsluiter weer van deze fantastische box. Dankjewel en graag tot de volgende keer.